Het is heel gezellig met heel veel mensen en je doet leuke dingen, je doet leuke activiteiten en je bent met dezelfde mensen die ook slechthorend zijn en dat voelt wel goed. Omdat ik het leuk vind om met andere mensen om te gaan. En ik had alleen horende vrienden en ik wilde ook slechthorende vrienden hebben en ook andere slechthorende jongeren ontmoeten. Eigenlijk twee werelden. Een horende wereld en een dove wereld. En wij zijn slechthorend, daar zit ik net tussen. Dus wij maken zeg maar een slechthorende wereld. Dan hebben wij ook een plek, dan hoeven we niet te kiezen. Het vriendschap is heel belangrijk, dat je elkaar kunt begrijpen. Je wilt de anderen verheffen om mee te doen met activiteiten. Dat vind ik juist belangrijk om plezier te hebben met elkaar. Ik heb behoefte had om een ander slechthorende jongen te ontmoeten. Om zo een ervaring uit te wisselen, je oplossingen te delen. Hoe zij de dingen tegenaan kijken in het leven. En natuurlijk gewoon leuke dingen doen, lol maken.